Hallo, ik ben Elsie De Brauw. Ik heb vanavond de kersentuin voor jullie gespeeld. Ik speelde Lubyov. En ik wou graag weten of jullie vinden dat Lubyov, dus die ik speelde, of jullie dat begrepen dat ik mijn kersentuin niet wilde verkopen aan iemand die er vakantiehuisjes van wilde maken. Dus dat alle bomen omgekapt moesten worden en alle huizen plat, maar dat er kleine huisjes opgebouwd werden. Of begrepen jullie dat wel? Ze wou het eigenlijk niet verkopen, maar ze had niet genoeg geld, denk ik. En daarom heeft het verkocht. Ik vind dat ze dat moeten houden, maar dan opnieuw kersen verkopen en al. Met kersen verkopen krijg je ook geld en ze had bijna geen geld meer. Dus als die kersenboom dan oud is, wat kan je er dan mee doen als ze niet meer lekker zijn? Ze had ook gezegd dat ze de hele tijd geld gaf aan duur eten en zo. En dat ze dus gewoon niet moeten doen. Hè. Alle dingen die bij die kersentuin hoorden, die bestaan eigenlijk niet meer. En daarom is het gaat het over een voorbije tijd eigenlijk. En die krijgt ze niet meer terug. Maar ze is inderdaad ook speelziek, dus deed er ook helemaal niks aan. Dus eigenlijk, wat je aan hen hoort ook, heeft ze gewoon geen keus. Want ze kiest niet. Ze laat het gewoon gebeuren. Wie vonden jullie het beste spelen en waarom? Ik vond die Pierre het beste, omdat hij echt zich inleefde in zijn rol. Sommigen, als die lachten, dan zag je gewoon dat het nep was en bij hem niet. En bij het dronken was hij ook mega goed. Die met zijn pyjama. Die is niet alleen grappig met zijn gezicht, die is grappig met heel zijn lijf. Het was een beetje een bijzonder decor. Het was niet zo gewoon als je normaal kijkt. Het was heel klein eigenlijk. We hadden een klein plekje om op te spelen. Wat vonden jullie daarvan? Ja, ik vond het wel goed. Het was duidelijk dat ze arm waren. Omdat de muur wat kapot was. De meubels niet zo netjes ingesteld en zo. Ik vond het ook wel leuk dat het decor van karton was. Ja, dat gaf ze wel iets. Maar het was wel jammer dat ze alleen het huis toonden. En niet zo bijvoorbeeld een stukje van het huis. Ja, een klein stukje. Het decor zelf vond ik een beetje raar, want je snapte er helemaal niks van. En op een gegeven moment hadden ze een plankje beet. En dan was het in één keer een raam. En soms was het een schilderij, en soms was het een deken. Maar je zag het er niet in. En dat was heel moeilijk om dat dan in te beelden. Om een raam in te beelden van karton. Al die dingen die er niet meer zijn eigenlijk. Dus ik doe ook koffie, wat er niet meer is. En dat schilderij en een raam. Het zijn eigenlijk allemaal ook soort herinneringen aan wat er was. Wat er niet meer is. Wat vonden jullie minder goed aan de voorstelling? Of wat begrepen jullie niet zo goed? Of waar zat je te vervelen? Ik vond het saai dat er zo mega vaak stukken waren. Waar dat er niets gebeurde. Ja, zo'n enorme stilte. Dat was ook zo. Dan kun je zoiets met iets invullen, toch? Gesprekken begon ik minder en minder soms mee te volgen, omdat het zo allemaal supersnel naar elkaar en zo is. Soms was het wel moeilijk om te begrijpen, eigenlijk, het stuk. Nou ja, het is ook veel tekst, dat snap ik best, dat je dan soms even de draad kwijtraakt of moeilijke woorden, weet ik het. En die lange stiltes, die hebben we daar juist expres in gecomponeerd, omdat dan even niks is, dat je ook gewoon een leeg huis ziet. Dat je ook ziet hoe dat huis er straks uitziet als die mensen er niet meer wonen. Ja, dat hebben we juist bewust niet geprobeerd op te vullen. Dat hebben we juist eerder lang gemaakt. Ben je zelf wel eens moeten verhuizen? En hoe voelde dat? Was je dan opgelucht of was je verdrietig? Of had je er zin in of kon het je niks schelen? Want dit gaat allemaal over mensen die allemaal weggaan. Ik ben net verhuisd. Ik woon hier 3 maanden, niet meer. En dat is moeilijk, omdat je moet dan nieuwe vrienden maken. En je hebt dan allemaal andere dingen en je moet daar aan wennen. Het is anders om in iemand anders huis te wonen waar je niet aan gewend bent. En dan moet je daar weer jaren aan wennen. Normaal gezien, ik keek door mijn raam en ik zag het platteland. En dat was ook wel moeilijk om die verandering. Ik miste het kleine achtertuintje waar wij altijd een schommel hadden. En dan ging ik spelen met mijn buurmeisjes op die schommel. We hebben tijdens de repetities veel gehad over hoe het is als je ontworteld raakt. Als je weg moet van je huis of weg moet uit je land. Doordat je geen geld meer hebt of doordat je op de vlucht moet voor bommen en oorlog. Dan moeten de mensen ook weg van hun land, wat dat dan is. En dat lijkt er wel net alsof nu alle vluchtelingen hier naartoe komen. Maar bij ons, alles gaat een beetje veranderen in Europa, denken wij. Door de klimaatverandering, maar ook doordat er zoveel mensen uit andere culturen hier komen, zullen wij toch een beetje moeten opschuiven en een beetje ons moeten aanpassen. Dus er komt sowieso een andere tijd aan. En dit stuk is ook geschreven door Tsjechov in Rusland, toen vlak voor de Russische Revolutie. Dus toen stond in Rusland ook een nieuwe tijd voor de deur. Daarom vonden wij het zo'n goed plan om nu te gaan spelen. Ik vond het heel erg leuk dat jullie zijn komen kijken. En ik ben heel blij met jullie commentaar. En ik ga vanavond zeker weer anders spelen. Dat jullie niet begrepen hebben dat die kersentuin eigenlijk in het publiek is, ga ik nu vanavond nog meer laten zien dat de kersentuin is. Dus bedankt. En tot de volgende keer.